Hey mensen, welkom dat jullie weer kijken naar een nieuwe video en raad het of niet, maar ik maak weer een nieuwe Train Sim video. Hebben we het er zin in? Natuurlijk. Nu is de Mountain Pass. Mountain Pass. En dan is het een diesel. De IMD GP38. Ik heb net een scène 10 van de 10 gezien van Christine Gets Crushed. Gets Crushed. Christine, wie hem kent, wie de auto, die auto kent, zet het in de reacties. Dat is wel een bezeten auto die zichzelf kan maken. Zult deze trein wel kennen? Van Unstoppable. Hoe hard kennen? Even kijken. Topspeed is 65 miles per hour. Je kunt het niet op kilometer hard zetten, dus. Maar je staat in plaats van kilometer hard, dus KMH, staat hier KPH. Alsof het knolpower H is. Knolpower hard. Het knolpower hart. Heel leuk. Verdubbelen. Joepie. Lijkt het niet op. Op die trein die ontploft was. In de stoppenbouw. Die grijze trein. Of leek blauwe. Geen haat. Even alsjeblieft. Als ik niet te doen weet wat de kleur was. Want het ging zo snel. Maar zo lijkt dat erop. Jullie zien het wel. Ik heb op een dubbelknop gedrukt. Oh, kijk, mijn trein is het. Dat is zo'n trein, ja. Dat is zo'n dubbel. Niet zo'n brede trein zoals je 777. Perfect man. Heel perfect. Misschien is de volgende trein ook zo. Als je zonder je beest terug gaat zien, hoef je niet terug te spoelen. Je kunt gewoon in de beschrijving kijken, onder de video, wat de trein erin staat en hoe de trein eruit is. En wie de bouwer is en zo. Bob de bouwer, kunnen wij huizen laten ploffen? Bob de bouwer, nou en nog. Dat was een boek. Ja. Ik hoef niet te stoppen. Het leek even alsof ik aan het vertragen was. En ik durf hem niet. Hij heeft het te laten gaan, want anders ben ik weer te hard gekregen. En in deze game kunnen we ontsporen zelfs op rechte stukken. Rechte sporen die nog niet, die niet eens kapot zijn. Maar op het einde van de serie, dus als ik alle treinen heb gehad en ik heel veel keer dezelfde weer heb, dan ga ik een eigen wereld maken. Ik weet er wel iets van. Ik ben niet de maker van dit hele spel, maar ik weet in ieder geval hoe dat je kan plaatsen en nog niet te goed hoe dat je hem herkent kan doen. Dus de makers van dit spel
Will you? I search you for how to move the camera in the boat you own will make move from this game. Lay it out in the comments. Kijk eens als nu een hele boot maar weer voor de makers van het spel. Ja, ik kan goed Engels doen, mannetjes. Heel goed zelfs. Het lijkt alsof ik trager aan het rijden ben. Jeetje, mensen. Ik wil niet trager. Ik wil even snel blijven. Ik wil niet meer te snel worden, want ik wil plus sturen dan. Weer de camera bewegen. Ik kan beter die inside view doen, want dan beweegt de camera wel mee. Het is heel goed dat je kijkt als je echt in een trein aan het rijden bent. Je moeder is geboren in je vader. Moeder is geboren nu. Geboren nu. Dat is maar een grapje. Maar wat ik raar vind is, in mijn nieuwe school kan niemand tegen mijn grapjes. Zeg maar grapjes, jongens. Niemand kan dat tegen mijn grapjes. In 3 minuten kan ik de ritme rijden en dan is het einde al nabij. Dan is het einde al gekomen. Of ik zou deze video. Ik vind stom treinen toch iets beter. Maar de Malord zit hier ook in het spel. Malord. En bij die trein, bij die snelle stoomtrein, wil ik een XL-aflevering maken, dus 20 seconden. En er is nog een heel snelle stoomtrein, een wit-grijsachtige. En daar maak ik een XXL-aflevering van. En dat is super snel met je rijden. 3, nog. Ik ben al 7 minuten en 6. Ik ben 8 minuten aan het filmen, dat is nog 2 minuutjes. Jeetje, minuutjes. Dus elektrische treinen vind ik zo saai, omdat die maken zo. Die geluiden niet. Dus daarom, dat vind ik wel saai. Aan die toptreinen. Maar echt, ik beloof jullie, ik zal voor het jaar, dus in 2019, gek starten met Roblox. Dat duurt nog lang, maar dan heb ik ook over PlayStation. Kan ik misschien nog andere dingen uploaden, bijvoorbeeld GTA 5. Maar dan moet ik echt heel ver van mijn televisie, een tablet. De tablet met deze rode bus, die jullie daar zien, gaan zetten op een klikspaal eigenlijk, van kliks gemaakt. Ik weet wel die kleine blokjes, ik zal er eentje laten zien. Zo'n blokjes. Hopelijk is het sterk genoeg. En groot genoeg voor deze keer. Oké, nog. Ik ben bijna klaar. Oh, ik ben al 9 minuten en 40 seconden aan het filmen. Dus ja. Als ik bij 50 is, ga ik afremmen. Of nu. Hoppa.
like, abonneer.